Comic Talk NL, de nieuwe releases van week 10, geloof ik. En als je denkt, hey, vorige week zijn we niet geweest, dat klopt, we hadden het veel te druk. Dus we gaan snel beginnen. We hebben een facsimile van Amazing Spider-Man. Moet je hebben. Dan hebben we Django Fett. Ja, ook even van de moetjehebbens. Dan hebben we Star Wars Visions van Takashi Okazaki. Kan er niet echt lekker uit, maar maakt niet uit. Dan hebben we een hele grote Marvel week. De nieuwe Web of Spider-Man. En waarom moet je dit lezen? Omdat hier alles in staat waar de komende jaren, maanden, Spider-Man over gaat. Op Marvel ook. Wolverine, de eerste. Dan hebben we een hele speciale, dat is eigenlijk geen nieuw nummer eentje, maar wel een nummer 25. En een hele speciale cover, World Finest. Met niemand minder dan William Shatner. Moet je hebben. Dan hebben we de April Special. En er is een hele speciale, die stinkt naar rottende bananen. Dan hebben we een heel raar boekje, Super Humanity Volume 1, The Super Australians. En vergeten helemaal dat ze ook mensen erin willen kijken natuurlijk. Ja, ja. Ik werd hier wel heel blij van. Dan hebben we Nachellaverse. Na alle tekenfilms dachten ze, hey, wie hebben we nog niet gehad? Bikermice van Mars. Bikermice van Mars. Centaurs. Ja. En dat ziet er zo uit. Dan hebben we Bloodshot Reloaded Unleashed. Want waarom zou je één bijtitel hebben als je er ook twee kan doen? Vorige week kwam je uit en we nemen door de Teenage Mutant Ninja Turtles source boek. Alles wat je wil weten over de Teenage Mutant Ninja Turtles. En ik zie net dat die heel erg gevouwen is. Jos. Oh, dan moeten we even opschrijven. En dan hebben we als de klapper van de week. Oh, iets van Bling Bling. Limited Edition, 1999 maar slechts. Ja. Maar wel een hele gave. Met een... Oh. Dat is bijna een kunstwerk. Ja, 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 ja. En natuurlijk met het klassieke artwork van... Nou, Jos? Ja, zeg maar. Zeg jij het maar. Adams. Nieuwe Adams natuurlijk. Op groot formaat zoals je hem hoort te lezen. Het is in Grail, ik heb hem nog nooit gelezen. Ik ga hem vanavond lezen. Dit waren ze weer. Volgende week komen we terug. En dan doen we iets minder, want het is weer leuk. Doei!